Ik zei, ja, dat is leuk, maar ik wil toch lekker in mijn dikke Bentley blijven rijden. En ik wil toch mijn grote huis houden. En als ik vlieg, wil ik toch eerste klas vliegen. Enzovoort. Dus ik had altijd lulverhalen natuurlijk, waarom ik het niet wilde. En ik heb Jomanda gebeld een paar weken geleden. En ik heb tegen Jomanda gezegd, Jomanda, ik heb een beslissing genomen. En ik ben tot de conclusie gekomen dat ik moet kiezen. Je hebt gelijk. En ik ga het nu doen. Welke keuzes heb je dan gemaakt? Hoe vertaalt het zich dan concreet? Is het echt keuzes moeten maken? Dus die concreet, dus niet meer het zaken, dus niet meer kijken naar het zakelijke. Dus het zakelijke delegeer ik allemaal. Ik ga me daar niet meer mee bezighouden. Ik ga me niet meer bezighouden voor de zekerheid. Hè, dat ik zorg dat voor mijn oude dag alles geregeld is en dergelijke. Nee, dat laat ik allemaal over. Ik ga me nu enkel alleen maar richten op dat ene ding. En dat zijn de drie pilaren. Dat gaat nu gebeuren. Dus je gaat je auto verkopen? Nou, ik moet natuurlijk een auto hebben.